Nou, ik zag er liggen en ik dacht, nou ja, dit is niet goed. En mijn opa zat er en mijn tante zat er. En die keek me echt zo hoopvol aan van doe wat. En toen ben ik begonnen met reanimeren, eigenlijk per direct. Nou, over 10 minuten zullen ze er wel zijn. En dan zou ik over kunnen genomen worden, want het is echt loodzwaar om te gaan reanimeren. Maar hoe lang duurde het uiteindelijk? Uiteindelijk 20 minuten heb ik moeten wachten. Toen kwam er een solo-auto, dus dat betekent met 1 persoon. En toen dacht ik, hier heb ik eigenlijk ook nog niks aan. En hoe lang duurde het voordat de echte ambulance kwam? Uiteindelijk, denk ik nog 5 minuten later, pas de andere ambulance kwam. Maar mijn ouders wonen nog wel. Stel dat zij er in zo'n situatie komen en weer ook 20 minuten moeten wachten, ja, dat is echt heel frustrerend. Ik wil dat er meer posten komen, zodat er dat mensen de aanrijdtijd beter wordt, dat er in noodgevallen gewoon sneller gereageerd kan worden.